Welkom lieve boogschutters, dit is alweer jullie reading voor de laatste 2 weken van juni. Super fijn dat jullie er weer bij zijn. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, het delen van de filmpjes, het abonneren, de liefdevolle warme berichten, het doneren, de mensen die privé readingen aanvragen. Super, super, super bedankt ervoor. Echt ontzettend fijn om dit te doen. Dus ik doe het met alle plezier. En de meeste van jullie weten ook dat ik meestal een paar uurtjes later of dezelfde dag al reageer. Ik heb nog wat plekjes open voor de privé-readingen. Dus mocht je nog interesse hebben, op korte termijn kan je bij mij nog terecht. Alle nieuwe mensen, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, dan hoef je niks meer te missen. Want ik maak meerdere readingen op een dag en in het weekend ook. Kijk even niet alleen naar je maanteken, maar ook naar je zonteken, je ascendant en je venusteken. Wellicht dat die anderen beter resoneren of dat er meerdere resoneren. Ik ga gauw beginnen, deze keer de spellcaster. Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Wat mag de boogschutter weten? Vergiffenis en well-being. Je mag iets of iemand of een situatie gaan vergeven. Dan mag je loslaten. Kijk maar naar die mooie waterval. Mag je gaan loslaten. Dat biedt jou meer en meer ruimte voor nieuwe ervaringen. Nieuwe ontwikkelingen. En biedt ook ruimte aan liefde. En welbehagen, dus je mag dingen gaan doen die je heel graag doet, die je ook goed doet. Misschien vind je het fijn om in de natuur op je rug te liggen, op het gras. Misschien kijk je graag naar de sterren. Misschien is een warm verkwikkend bad goed voor je. Misschien in ieder geval dat je goed voor jezelf mag zorgen, want je bent vele transformaties doorgegaan met al deze vlinders. En misschien voel je je ook wel een stuk beter met de volle maan, de 24e. Dat kan ook natuurlijk. We gaan eens kijken. Angels, archangels, spirit guides, ancestors mogen wij weten voor de boogschutter, de laatste 2 weken van juni. Ik word gezegd dat ik hier de onderste moet trekken. High priestess, dus stilte. Meer contact maken met je hogere zelf. Je gebruikt meer en meer je intuïtie. Dus dat vindt spirit heel goed. De kosmos vindt dat geweldig om te zien. Dat is een groei die je hebt doormaakt. Dus dat is heel erg mooi. Ik vroeg om een gezamenlijke energie. Dat komt er niet uit. Wat is het verhaal spirit wat de boogschutter mag weten? Ik krijg meteen door dat dit werkgerelateerde reading is. Dus sorry als je
voor de liefde cake. Maar als je iets over de liefde wil weten, dan kan je mij natuurlijk ook benaderen voor een persoonlijke reading of twin flame of persoonlijke ontwikkeling. De schildknaap van munten, de ridder van staven, de zeven van bekers, de keizerinkaart, de zes van staven en de zeven van munten. Omdat je meer en meer je intuïtie volgt, kom jij steeds meer in balans. En zie jij steeds sneller progressie. Voor velen van jullie hebben jullie het een en ander losgelaten. Of mogen jullie nog iets gaan loslaten wat heel veel verwarring veroorzaakt. Als je dat los gaat laten, dan ga jij van de hoge priesteres naar de keizerin modus. Je gaat heel erg succesvol zijn op carrièregebied, maar ook qua zelfontplooiing. En je gaat steeds groter en krachtiger groeien. Mooi. Eens kijken of we ook nog iets voor de liefde mogen ontvangen. Spirits and Guides. Deze houden we even apart, die doen niet meer mee. Mogen we weten over de liefde voor de boogschutter, Spirits and Guides. De liefde voor de boogschutter. Ik hoor voor de meeste is dat nog niet zo ver. Not yet, hoor ik. Oké, andere mooie berichten dan. Eentje? Oké. Healing. Nou, dat is duidelijk. Je mag eerst nog iets gaan helen. Voordat daadwerkelijk de liefde binnen mag komen. Daarom gaat het dus niet over de liefde. Mogen wij nog meer weten, Spirits and Guides, over die healing voor de kijkers? De healing. Voor velen van jullie is het een moeilijke tijd, moet je gaan helen omdat je net uit een connectie bent gestapt of je staat op het punt om uit een connectie te stappen, krijg ik heel duidelijk door. Oké, nou, we hebben de 9 van staven, de justice, de gehangende, de 3 van bekers, de kracht, het wiel, ridder van bekers, de toren, de lovers en de 10 van munten. Ja, de wounded healer. Dus je hebt, je moet bijkomen. Zeker als je net uit de connectie komt. Of als je een relatie hebt losgelaten. Dat vergt altijd eventjes dat je weer terug je balans moet gaan vinden. Misschien heb je veel moeten regelen om uit elkaar te gaan. En kom je nu in rustiger vaarwater? In ieder geval ga jij nu vele inzichten verkrijgen. En dan wordt het tijd voor ontspanning, voor geluk, voor even de aandacht op jezelf, leuke dingen doen. Door deze ervaringen van pijnen, verdriet afzien, persoonlijke barrières doorbreken, ben jij krachtiger geworden.
Het wiel is ook gaan draaien. Dus de 10 kaart, je hebt iets kunnen beëindigen. Er is verandering gekomen, je bent terug in balans. Of je mag terug in balans komen, ligt eraan waar je natuurlijk op die tijdlijn zit. En je hebt inzichten gekregen over zelfliefde, vooruitgang. Je ziet goed wat voor ontwikkelingen je mee hebt gemaakt afgelopen jaren. En ook dit jaar weer, vooral vorig jaar en dit jaar. En er gaat plotsklaps wat veranderen. Als jij dus geheeld bent, als jij die inzichten gaat krijgen en het wiel gaat draaien, dan komt wel die liefde eraan. Het kan goed zijn dat het een ander vuurteken is en die wil met jou een vaste relatie. Dus, lieve booschutter, voor degene die pas een breuk achter de rug hebben, ga helen. Die liefde ligt er, maar die ligt in de toekomst. Denk even aan jezelf. Kom in balans. Krijg vernieuwd perspectief op de zaken. Die inzichten. Tijd voor ontspanning, voor leuke dingen. En dan gaat vanzelf divine timing een rol spelen met het wiel. Dan komt er verandering. En dan komt er, voordat je het weet, komt er een doorbraak. Denk juist op het moment dat je het niet verwacht, dan komt er die liefde binnen. Het is iemand het is een twin flame, hoor ik. Voor de meeste van jullie. Die komt weer terug in je leven, hoor ik. En eindelijk wil die persoon wel met jou iets serieus beginnen. En dat was voorheen niet. Dus dat is heel goed nieuws. Alleen richt je nu eventjes op jezelf, want dat heb je nodig. Nou, met de zaken gaat het goed. Dus dat is ook heel erg positief. En mocht je verder willen inkijken op jouw twin, hoe dat dan verder gaat, dan mag je mij benaderen. Naast de titel heb je een driehoekje. Als je daarop klikt, dan krijg je dus het linkje naar mijn website. Dan kan je het contactformulier invullen. En je kan natuurlijk ook kijken naar de informatie die online staat. En als jij regelrecht een reading wil aanvragen, als je precies weet wat je wil, dan kan je natuurlijk gelijk ook een e-mailtje sturen. Ook die staat hieronder. Dankjewel weer voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.